De standgelden van de centrale markt zijn verhoogd van 4 cent naar 1 Surinaamse dollar per week. De standhouders zijn het over het algemeen niet eens met deze verhoging, omdat het volgens hun onverwachts is gebeurd. Een marktmeester van de centrale markt zegt dat veel standhouders moeite hebben met de verhoging. Volgens hem ziet de markt er nu zo uit omdat ze jarenlang die 4 cent hebben betaald. De marktmeester zegt verder dat er in een resolutie is aangegeven met hoeveel de standgelden zijn verhoogd. Het is aangepast met een gulden. Ik heb een resolutie hier gelezen dat het van 2014 dat het eigenlijk 2,50 moest zijn en 1 SAD milieuheffing per dag. En ik heb de president verzocht, hij is ook gelijk akkoord gegaan hoor, om het gefaseerd te doen. Om ook naar de tijd te kijken wanneer het kan en wanneer het niet kan. En we hebben gevraagd om het met 1 gulden voorlopig te verhogen. Maar wij Surinamers klagen altijd. Kijk, ik kan me best voorstellen, dollarskoers is hoog. Alles buiten is aangepast, maar hier maak je geld. Als je hier niet betaalt, als je hier 1 SAD niet wilt betalen om je stand te behouden. Hoe betaal je elektriciteit, water en huishuur? Dus dat wel kan niet voor een gek houden. Het is slechts 1 gulden per meter. Degenen die klagen, zijn degenen met, omdat het was goedkoop. Je hebt mensen hier met 80 vierkante meters en 81 vierkante meters. En zij klagen, maar ik heb ze gevraagd om mijn stand in te korten. Wat heb je voor een taxering nodig? Waarom moet je zoveel vierkante meters hebben? Toch? Want als je dat wil behouden, wil zeggen dat je goed boert. En ik zie dat allemaal ook. Ze hebben een goede of een redelijke verkoop. Dan moeten ze die 1 SAD betalen. Het is een regel. De meeste standhouders zijn het niet eens met de verhoging en dat hebben zij ook laten horen. Toch zijn er wel enkelen die het juist goed vinden dat de standgelden zijn verhoogd. Dit kan volgens hen de markt terugbrengen in zijn oude glorie. Wel, we hadden de DC hier op de markt hierboven. Hij heeft ons medegewend. Wij hebben toen gevraagd dat die standhuur voor een normale persoon hierboven te hoog zou vallen. Want je hebt mensen die 10 meters hebben, mensen die 12 meters hebben. En als je dat berekent maal 6, is het een 70-80 SRD per week. Als je het daarmee vermenigvuldigt, dan val je op een bedragje die soms mensen... Je kan niet uitkomen. Wanneer je een 5 meter hebt, een 4 of 1 meter, dan voel je het helemaal niet. Hè? Maar wanneer je 13 hebt, je hebt 15 meter, je hebt 20 meter... Want zoiets had ik niet verwacht, toch? En meerdere mensen hebben meer meters, dus we kijken nog. We hebben wel een klein probleempje ermee, om het standverhuur te betalen. Het staan van de markt, toch? Jawel. Het is verschrikkelijk omhoog gegaan, het verschil van toen en het verschil van nu. Ja. Toch? Het is erg, het is zoveel maal, kan je zeggen. Ik vind het heel goed dat die verhoging is wel gekomen op de markt. Zodat die voordat die markt kan wel vernieuwd worden door onderdelen, door andere vervangen. Maar door onze, wat we geld door die standhouder geven, toch? Met die standgeld wat we geven aan de marktleiding, het verzamelen we en worden al die daken, die balken worden wel vervangen. Enkele standhouders van de centrale markt. Vele van hen zijn het niet eens met de verhoging van de standgelden die door het ministerie van Regionale Ontwikkeling is ingevoerd. De gelden zijn verhoogd van 4 cent naar 1 Surinaamse dollar per week.